Nog maar even op zitten. Ja. Vandaag, waar staat die aan? Vandaag gaan we lekker eens even koken op zijn Italiaans. Wat gaan we vandaag maken? We maken vandaag lekkere mosselen. Wij hebben al 2 kilo's mosselen op. Dus we gaan het even laten zien hoe we eigenlijk moeten. We beginnen met lekkere verse olijfolie. Gewoon goede olijfolie. Ik heb de pan al lekker heet. Dus ja, gewoon een flinke scheut. Mag wel een beetje meer, mag wel, geen probleem. Zorg dat de pan een beetje recht staat zo. We zitten hier op een kindermistelletje te koken. En wat doen we daarbij? 2 teentjes knoflook. Gewoon eventjes een beetje fijn snijden zo. Hop, lekker in die olie. Beetje zo, hoppatee. Grote stukjes maakt niet uit, gaat om de smaak die aan de olie gaat zitten. Helemaal geen probleem, allemaal lekker. Zo, een beetje doorrustelen, hoppatee. Dat die olie goed die smaak van die knoflook opneemt. Dit recept heb ik van een Italiaanse vriend van mij, Patrick heet hij. En die werkt in Fratellini in Voorburg. Als je lekker wil eten, moet je bij hem zijn. De mosseltjes heb ik schoongemaakt, de baarden zijn eraf. Er zit nog een beetje vocht aan en ik heb het pulp van de vorige rondes die wij hebben gedaan al, er even bij gedaan. En die gaan er gewoon zo op. Gewoon een beetje omscheppen. Niks aan de hand. Dan gewoon netjes zo in de olie. Ja, zo in de olie. Helemaal geen probleem. Lekker omscheppen. Dit is een klein kilootje. Klein kilootje mosselen. Een beetje omscheppen. Laten we een beetje warm worden. De mosseltjes niet fijn dit, gaan ze lekker open zo meteen, dat moet ook. Want ja, en dan verse mosselen. Dan gaat de knoflookgeur en de knoflookolie gaat er al doorheen en die hecht zich aan de mossel zelf. Dat is de bedoeling en dan gaat hij die smaak vasthouden en dat is precies wat we willen hebben. Nou oké, hij wordt al lekker warm, dus wat gaan we doen? Lekker wit wijntje, hè? Die drinken we er ook gewoon lekker bij, want dit is de koude variant. Die drinken wij helemaal lekker op, is precies dezelfde, gewoon een klein scheutje. Hop, genoeg. Meer heb je niet nodig. En dan gaat gewoon even lekker het deksel erop. In de tussentijd ga je lekker beginnen om je een lekkere pomodoro pulp eventjes te prepareren. En hoe doe je dat nou? Gewoon heel simpel. Blikje pulp open trekken. Klein beetje eruit gieten, want anders wordt hij te vol. Hoppatee. En dan gaan we eens even flink aan de gang, want de Italiaanse keuken, dames en heren, is heel belangrijk met peper. Zwarte peper is het geheim van de Italiaanse keuken. En daar moet natuurlijk wel genoeg van in zitten. Dus ik draai me een ongeluk om daar eens eventjes wat flink smaak aan te geven. Nou, ik denk dat ik wel aardig genoeg heb zo. En het is echt lekker voor mensen. Kijk eens, oh die lekkere pepers. Oh, lekker jongen, die pepers erop. Oh, wat verdikker. En dan doe ik er nog een beetje zeezout bij voor de extra smaak. Een beetje, ook niet te veel, maar een beetje. En Patrick, let eventjes op van Fratellini, want wat ga ik er nou bij doen? Iets wat ik niet van jou geleerd heb, maar dat is mijn eigen finishing touch. En dat zijn een paar flinke mespunten. Sambal, gewoon sambal oelek. En daar wordt hij lekker pittig van. Het hele zootje roei je eventjes lekker door. En dan, als dat gebeurd is... Oh jongens, dat is zo lekker. Dit is heerlijk. Dan proef je eventjes of die oké is. Mag nog een mespuntje sambal hebben. Die erbij. Klein beetje peper er nog bij. Want de Italiaanse keuken bestaat natuurlijk uit peper, dames en heren. Wat verdikkie. En eens eventjes lekker doorroeren. Ondertussen staat mijn mosseltjes wel lekker te koken. Nou, je kan het zien als je de pan open doet. Al lekker een beetje aan het koken. En die schep ik gewoon even een keertje om. Niet meer en niet minder. Gewoon even omscheppen. Je kunt hier ook een wokpan voor gebruiken. En dan is het makkelijker. Schud je ze zo om. Heb je iets vanaf de pan, vanaf het vuur. Dan heb je geen spatel voor nodig. Maar dit werkt ook goed. En dan gaat de deksel er gewoon eventjes op. Want ik wil ze wel allemaal open hebben voordat ik die pulpa erbij ga gooien. Nou is dit potje niet helemaal vol. Maar ik had er wat over. Dus ik schep er weer wat uit bij deze. Bij deze. En die meng ik er gewoon even doorheen. Want ik had al voldoende kruiden daarin gedaan. We zijn al bijna klaar. Een van de belangrijkste dingen is natuurlijk een goed glas wijn. Dezelfde wijn als die ook in de pan zit. Schenk ik in, maar dan in de koude variant. Dan neem ik even een klein slokje van, want dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Zeg vast proost mensen, want oh, dit wordt zo meteen zo genieten. Oké. Hoe ver zijn we met de mosseltjes? Even kijken hoor.
Ja, die gaan wel aardig open zoals je kunt zien. Kom maar dichterbij met de camera, dan kun je ze al zien dat ze al aardig open gaan. Het wordt wat donker hier, we zijn nu op de camping in La Spina in Italië. Ja, we maken Italiaanse gerechten gewoon hier op de camping zelf. Gewoon op onze veranda, gezellig zitten we hier met vrouwen en kinderen. Even wat lekkers te maken. En ze zijn eigenlijk allemaal al open, dus dan kan de pulp er gewoon bij. Ik schiet gewoon, ja, en Patrick die verklaart mij voor gek, hè? Patrick van Fratelli van Voorburg, die zegt, je moet die verse tomaten gebruiken. Dat weet ik wel, Patrick, maar ik ben lui, want ik ben op vakantie, dus ik heb gewoon een potje polpa gekocht. En dat zijn gewoon tomatenblokjes, een beetje gepureerd. En dan kan je alles lekker erin flikkeren, wat je maar wil. En dat is heerlijk. En dan giet je er zo lekker overheen, zo. Appetee. Mag er heel het potje mag erin. Over amper een kilootje mosselen. Kijk, is hij leeg? Hij is leeg. Pats, laatste beetje erbij. En dan doe ik eventjes een keertje omscheppen. Hop, hop, hop. Dan gaat de dekseltje er nog eventjes overheen. Mag je heel eventjes garen. Drink ik ondertussen eventjes een klein slokje wijn. Want erg belangrijk. En het maakt niet uit wat voor wijn je hebt. Het liefst een beetje een droge, niet een zoete natuurlijk. En deze fles die kost slechts €1,60. Want in Italië is de wijn echt spotgoedkoop. Zeker als je hem in de aanbieding haalt. Gewoon bij de Familia Supermarket. Hè? Supermercato. Dat is super lekker. Ik zeg proost. Ondertussen begon ze lekker door te koken. Schep ik hem nog een keertje door. En gaan we het gerecht serveren. Zo maak je heerlijke Italiaanse mosselen met een eigen twist van een beetje sambal. Op Italiaanse wijze à la Bart. Goedenavond.